zorgen dat alle burgers ook weten wat er gebeurt in de Europese instellingen. Dank u wel, meneer Hartong. Panayota Konstantinide is een dappere Cypriotische tiener. Eens geloofde zij in de droom van de EU, maar nu niet meer. Ze voelt zich in de steek gelaten door Brussel. Als ik het Hohlmeier-rapport lees over de begroting van 2014 voor het EP, dan snap ik dat. Een verhoging met 3,6%. Ik zie salarisstijgingen en de begroting voor ambtenaren gaat van 937 naar 979 miljoen. En het aantal dat boven de balken en de norm verdient stijgt naar 858 personen. 858. De kosten voor bezoekers en opiniemakers uit derde landen bedragen ruim 30 miljoen. En die voor het megalomanenhuis van de Europese geschiedenis verdubbelen naar 12,7 miljoen. Ik citeer afsluitend Panayota. Ik denk er echt over na of ik nog iets met Brussel te maken wil hebben. Het is onmenselijk wat ze met ons doen. Panayota, je stem is gehoord en je komt er wel. Omdat je dapper bent en eerlijk. Dank u wel. Mevrouw collega Barbara Matera. Grazie, president. Dank u, mevrouw Matera. Ik wil de rapporteur vooral hartelijk danken en mevrouw Hohlmeier voor het uitstekende werk dat ze heeft verricht, de analyse om